gaan die gewoon mee zwemmen. Nou, goed, maar dat kan hoor. Ja, maar goed, je gaat er weer een andere kant over. Juist, zo hoort het. Ja. Kijk maar, nou wat je een probleem had. Ja, hoor. Nee. Geen probleem, maar dan had die man een stukje achteruit gemoeten. Nou, goed opletten, want dit is even een leuk stukje met tegen deze, als we het hebben. Zijn mijn zetnuiblandjes. Dit is een heel klein belletje. Ja, dit is een heel klein belletje, ja. Alle kniffen erop. Ik zou dat je nou te zitten, want ze doet het eigenlijk altijd op buiten, maar ze doet het ook. Een bergweg, ja, dit niet hoor. We gaan nou niet echt meer de bergen in. Wel langs de bergen. Ja, misschien af en toe een beetje klimmen, maar. We gaan niet meer echt over een berg heen. Nee. Dat is toch reden. Nee, pas, dat was gisteren de laatste wel. Ga je hier weer naar dit meer, hè? Ja, ja. Zo ja. Ik moet trouwens heel even kijken of ik de handen heb hem afgehaald. Waarom? Dat ken ik niet, want neem je nou van was eraf, maar voor de seconde. Oké. Lac Le Mans. En toch, ik denk linksaf. Oh. Ik ruik het ook, ja. Klopt, ik ruik het ook. Ik weet niet wat het is, maar het stinkt een beetje, ja. Ja, dat is wel best.
stuk zaad waar je ook vanaf te kippen. Ja. Daar rijden allemaal auto's bovenop. Laat zie je dat ook? Nee, kijk eens. Voor. Daar. Boven dit jeep. Daar hebben auto's op. Dat is hoog.
hè, die dingen. Hebben ze hier ook wel lekkere stokjes, hè? Pak er nu even twee of zo. Pak er eens nog twee. En ze vragen of ja, hé, hey, hoe is hoeveel heb je er nou? Hè? Drie. Drie. Maar pak er nog één? Ja. Je kon hem zelf openmaken, toch? Straks richting
eens kijken of hij nog een tunnel ziet. Straks zullen we nog zoeken.
zit in de tunnel, kijk maar. Afbuigen.